De 55-jarige bromfietser Santi Perkash Dubar is gisteren overleden na betrokken te zijn geweest bij een aanrijding met een pick-up. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Prinsenstraat en de Waaldijkstraat. Onderzoek wees uit dat de autobestuurder, Hendrik R., over de Prinsenstraat reed, komende vanuit de Zwartenhovenbrugstraat richting de Hofstraat. Op het kruisingsvlak verleende deze autobestuurder geen voorrang aan Santi Perkash, die over de Waaldijkstraat reed. Het rijbewijs van de autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd. En de 61-jarige Frans Amoida is vrijdag na een verkeersongeval op de weg naar Atjoni overleden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat Amoida in een bocht ter hoogte van kilometer 60 de controle over het stuur verloor. Het ontzielde lichaam van Amoida is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Met het overlijden van Dubar en Amoida is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 29. Aldus meldt de politie Public Relations in haar bulletin.